postbode, is dit voor mij? Ja. Oh, dank u wel. Dank u wel. Dag. Bon dia, Moetjana. Hallo, kinderen. Vandaag gaat het over... post. We kijken welke woorden er allemaal met post te maken hebben. We leren hoe jouw brief of pakketje op het juiste adres bezorgd wordt. We gaan erop uit met onze eigen postbode. En we zingen een nieuw vrolijk lied met onze leuke liedjesband. Maar nu eerst de vraag van vandaag. En die vraag komt vandaag van Zoe. En Zoe woont heel ver weg. Helemaal in Australië. Ja, daar kijken ze ook naar ons programma. En Zoe stelt haar vraag in het Engels. Wow, that's great. De vraag van vandaag. This is Milton. This is a picture bus. I am Zoe and I'm 6 years old. I live in Australia. And today I got milk from Holland. Laugh. Could you tell us about post pigeons? Hey Zoe, all the way from Australia. Ja, dat is wel heel wat weg. Zo ver kan ik niet vliegen. Maar zelfs postduiven kunnen niet zo ver vliegen. De postduiven, daar is het van post en pakketjes en postzegels en poep. Ja. Postduiven, nou die werden meer dan 1000 jaar geleden al gebruikt om kleine briefjes te versturen. Dat briefje werd geschreven op heel dun papier en werd dan in een kokertje aan een pootje van de duif gedaan. Een duif is heel bijzonder, die kan altijd de weg terugvinden naar zijn huis. De duiventil. Ja, dat doen ze door te kijken naar de stand van de zon en ze gebruiken het elektromagnetisch veld van de aarde. Wow, een soort ingebouwd kompas dus. Ja, en ook ruiken ze de geur van een bepaalde plek en kijken ze naar de gebouwen en de wegen en rivieren om de weg terug te vinden. Ja, ze konden dus niet naar elke plek vliegen met de post, alleen terug naar huis. Ja. En getrainde postduiven kunnen de weg terug naar huis vinden van wel 1000 kilometer afstand. Dus als ik een Rotterdamse postduif meeneem naar Zuid-Frankrijk en hem daar loslaat, dan vliegt hij helemaal terug naar Rotterdam. Met een snelheid van wel 100 kilometer per uur soms. Wow. Ja, zo snel kan zelfs ik niet vliegen. Ja, tegenwoordig hebben we geen postduiven meer. Dat wil zeggen, iedereen gebruikt gewoon de post. Brief schrijven, in een envelop doen en hoppakee, in de bus. Of je schrijft natuurlijk een e-mail. Dat ga ik nu doen. Doei! U-S-les. Deze les gaat over post. Maar wat is dat eigenlijk, post? Goeie vraag. Zullen we het aan de postbode vragen? Ja! Dat doen we. Tellen jullie mee? 1, 2, 3. Hallo juffrouw Nelke en meester Pieterpas. Dag, hallo postbode. Meneer. Wat leuk dat u er bent. Mogen we u een paar vragen stellen? Ja, zeker. Ik weet alles over post. Oh, dat is fijn. Vraag nummer 1. Hoe herken je een echte postbode? Het allerbelangrijkste is... je tas. Je tas. En je kan het ook goed zien aan mijn jas en mijn pet tegen de zon. Aha, en wat zit er eigenlijk in jouw tas? Kan je het eens laten zien aan de kinderen? Post. Maar wat voor post dan allemaal? Cadeautjes. Oh, en brieven. En kaarten. Pakketjes, groot en klein. Helemaal vol. Moet u dat allemaal nog bezorgen vandaag? Ja. Wat een werk zeg. We hebben nog een vraag, meneer. Vraag nummer 2. Hoe weet een postbode waar de post naartoe moet? Je kan het zien aan de naam hier. Mm-hmm.
adres. Aha, het adres. Ik zie hier ook een nummer. Wat is dat dan voor nummer? Het huisnummer. Dus welk huis het is, zo kan de postbode weten waar hij iets moet bezorgen. Precies. Vraag nummer 3. Moeten mensen geld betalen aan de post? Jazeker, ze moeten een postzegel kopen en op de post plakken. Aha, precies. Een postzegel op de envelop of op de post plakken. Maar als ik nou een brief verstuur zonder postzegel? Dan kan ik hem niet brengen. Nee, hij moet zijn geld verdienen. Ja, dat is wel waar. Want ik moet ook boodschappen doen om te eten. Ja, natuurlijk. Vraag nummer 4. Wat gebeurt er allemaal op een postkantoor? Nou, er komt allemaal post binnen. Mm-hmm. En wat gaan jullie daar dan mee doen met al die post? Jullie gaan het zeker lezen. Nee. Wat dan? Ze gaan het allemaal sorteren. Mm-hmm. Elke postbode krijgt een tas. Ja. En elke postbode krijgt er een paar brieven in. En ze gaan dan naar elk huis. Ah, dus elke postbode krijgt dan zijn eigen wijk waar hij dan de brieven bezorgt. Wauw. Vraag nummer 5. Kunt u iets vertellen over de brievenbus? Dat is een leuke vraag. Als de mensen bijvoorbeeld niet thuis zijn, dan is er dus een brievenbus voor. Weet je waarom? Nee. Want bijvoorbeeld als ze niet thuis zijn, dan als we dan de bel rinkelen, dan zijn ze er niet. Dus dan kunnen ze niet de deur open doen. Oh. En daarvoor is er dus een brievenbus. Dan kunnen we dus de post in de brievenbus doen. Ja, ook zo. Als de mensen er de niet brievenbus. Zijn. En ik weet wel, de brievenbussen zijn niet allemaal hetzelfde, hè? Er zijn heel veel verschillende soorten brievenbussen. Hier op Curaçao zijn de brievenbussen echt weer anders dan in Nederland. Zeker. En juf Neeltje heeft pas een hele grote brievenbus gevonden. Kijk maar. Groot, hè? Juffrouw Neeltje en meester Pieter Bas, ik moet nu wel echt gaan. Oh. Ik moet nog honderden brieven bezorgen. Oh ja, dan moet je hem opschieten. Dag. 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 En bedankt voor uw tijd. Dat was leuk met die postbode. Ja, wat hebben we veel geleerd, hè? Ja, interessant. Over het postkantoor, waar de post gesorteerd wordt. En de envelop, waar je het adres op moet schrijven. Vergeet niet de postzegel te plakken. Oh ja, anders bezorgt de postbode hem niet natuurlijk. En wat hadden we nog meer? De brievenbus. Waar de post ingaat. Ja. Ja. Wat plak je nou op mijn rug? Een postzegel. Ik ga jou bezorgen. Kom maar mee. Ik ben toch helemaal geen brief? Nou, maar ik ga je toch bezorgen. Maar erop aan. Vandaag gaan we kijken bij het postkantoor van Curaçao. SeaPost International. Femke is met ons meegekomen. Kijk jij ook met ons mee? De ingang. Wat veel postbussen, zeg! Hoeveel zijn het er? De postbodes stoppen aan de andere kant post in de vakken. En de mensen kunnen hun post dan op het postkantoor ophalen. Ze hebben dan wel hun sleutel nodig om het open te maken. Ze moeten het juiste nummer goed onthouden. We hebben afgesproken met Lutzon Valks. Hij is organisatiemedewerker en is verantwoordelijk voor de quality control. Hij kent dus alle processen bij de post
en controleert of alles goed gaat. Welkom op Oscar-doos, ik post internationally. Ik ga vandaag jullie een kleine rondleiding geven en ook kunnen ze een filmpje maken. Maar niet naar binnen. Nee, dus om de postbodes niet te storen bij hun werk. Lutson krijgt nu zelf ook post. Met hartjes? Is dat een liefdesbrief? Oké, een liefdesbrief, ja. Hier doen we de werk van de service van de verenigde service van brieven en postpakketten geven aan mensen en ook bestellen. Oké? Maar daar gaan jullie zien hoe we onze klanten een service geven om hun pakketten naar een andere land te sturen of wanneer het van aangesloten pakketten van klanten van een andere land. Oké? Laten we naar binnen gaan. Welkom op Postkantoor. Ik wil jullie zien hoe onze mensen, onze klanten bij ons komen om hun pakketten te gaan sturen of een brief te gaan halen of sturen naar Nederland. We gaan bij de loketten en ze gaan krijgen de service van de verlegers. Oké? Okay. Hebben jullie ook een brief? Waarom een brief? Nee? Ik ga nu een briefje gebruiken. Ja. Ik heb hier een briefje. Op je brief moet echt staan een postzegel. Want anders kan die brief niet naar de persoon gestuurd worden. Oké? Okay? Het tweede ding dat erop staat moet is de naam van de persoon met de achternaam, adres en de land van bestemming. Oké? Okay? Dus wat moet er aan de overlap staan? Postzegel. De naam en achternaam. Heel erg belangrijk. Wat moet postzegel zijn geplakt worden? Ja. Waarom? Weet je niet? Straks ga je het weer zien hoor. Alle postzegels worden recht over opgeplakt. Oké? Okay? Ik ga jullie straks laten zien waarom. We hebben een machine die deze envelop gaat stempelen. Een machine? Ja. Oké? Okay? Ticket number 1236. Please visit the counter 5. Give it just boom. Daar is het. We deze machines ook om de meer pakket op service te geven. Wanneer iemand een pakket bestelt of iets bestelt van Miami of andere landen, dan komt die pakket hier bij ons. En we zorgen ervoor dat de klant een berichtje krijgt op zijn mailtje, dat hij hier kunt komen en zijn pakketje afhangt. Ja, dan kunnen ze het taal lezen. Dan krijgen we het in de laatste kiezen. Als je een Lutson legt aan ons uit hoe je via Punto Mio dingen kan bestellen in het buitenland. Als het pakket is aangekomen bij het postkantoor, dan krijg je een berichtje en kun je het ophalen via dit scherm. Je toetst dan jouw code in en de postbodes gaan dan jouw pakket bij de pakketafdeling halen en brengen het naar je toe. Handig hoor! Heb je nog vragen? Willen jullie binnen zien? Ja? Oké, laten we naar binnen gaan om te zien hoe de pakketten en de drie worden gestuurd. Het postkantoor krijgt post en pakketten binnen vanuit de hele wereld. Met de boot en het vliegtuig. En van de mensen die zelf op Curaçao wonen natuurlijk. Die post moet eerst gesorteerd worden. Is het voor Curaçao of moet het doorgestuurd worden naar het buitenland? Alle zakken, post en pakketten worden gecheckt door de medewerkers bij C-Post. De post wordt gestempeld en gesorteerd. De snelste sorteerders kunnen wel 8000 brieven en kaarten per dag sorteren. Die worden verdeeld over de 47 routes die gereden worden om de post in alle wijken te bezorgen. In de brievenbussen of bij communityboxen, waar mensen een berichtje ontvangen als er post in hun postvak zit. Hey! Zo, ga je de post brengen, postbode? Naar welke wijken? Wow. Achter het postkantoor staan alle auto's van de postbodes. Wat een werk om post rond te brengen over het hele eiland. Met deze vrachtauto
halen ze post die aankomt op Curaçao. Of ze gebruiken het voor de post die per vliegtuig of boot naar het buitenland gebracht moet worden. Het is tijd om te gaan. We vonden het erg leuk om eens binnen te mogen kijken. Masha, dank je meneer. Masha, dank je. Het was voor mij een plezier om jullie een rondleiding te geven aan onze postkantoor van Curaçao. C-Post International. Oké, dank u wel voor het bezoek. Oké, ajo. Ajo. Liedje. Daar komt de post, post, post. Voor wie zal het zijn? Daar komt de post, post, post. Met pakketjes groot en klein. Daar komt de post, post, post. Is deze brief voor mij? Want van post, post, post word ik blij. Ik ben een echte postbode met een volle tas. Je kunt het ook goed zien aan mijn bed. Alle enveloppen stop ik in de brievenbus. Het zijn er zeker 100, dus dat is een hele kus. Daar komt de post, post, post. Voor wie zal het zijn? Daar komt de post, post, post. Met pakketjes groot en klein. Daar komt de post, post, post. Is deze brief voor mij? Want van post, post, post word ik blij. Sturen naar je vriend of je vriendin. Een kaartje voor je feestje. Oh, je hebt zo'n zin. Schrijf dan op de envelop eerst nog het adres. Plak daarna een postzegel. Ja, dat lukt je best. Daar komt de post, post, post. Voor wie zal het zijn? Daar komt de post, post, post. Met pakketjes groot en klein. Daar komt de post, post, post. Is deze brief voor mij? Want van post, post, post word ik blij. Ik heb een brief gekregen van iemand die ik ken. Er staat op: gefeliciteerd omdat je jarig bent. Daar komt de post, post, post. Voor wie zou het zijn? Daar komt de post, post, post. Met pakketjes groot en klein. Daar komt de post, post, post. Is deze brief voor mij? Want van post, post, post. Van post, post, post. Van post, post, post. Word ik blij. Dag. Dag meneer. Bedankt voor de post. Doei. Ik heb hier een heel bijzonder pakket. Zullen we juffrouw Neeltje en meester Pieter Pas roepen? Ja! Juffrouw Neeltje! Meester Pieter Pas! Ja? Ik heb een leuk cadeautje voor u! Joehoe. Ik ben gek op cadeau. Hoorde ik mijn naam? Wat een groot pakket, zeg. Is dit ja. voor ons, meneer de postbode? Heeft u alle brieven al bezorgd? Bijna ze allemaal. Bijna alles? En dit is voor ons. Ja, ik zie hier ons adres. Nou, even kijken hoor. Ah, dit geloven jullie niet, kinderen. Dit meen je niet. Is dat voor ons? Ja. Kijk. Oh. Mogen we het eruit halen, meneer de postbode? Ja. Oh, kijk nou. Kleine poesjes. Dit is het leukste pakket wat ik ooit gekregen heb. Oh, er is er nog een. Die kunt die vasthouden.
dit is een hele bijzondere post. Zo zie je maar weer, hè. Die postbodes die brengen van alles rond. Zelfs poesjes. Ze doen bijzonder werk. Nou, dit was het dan alweer. De otra via. Tot de volgende keer. Ajo. Wil je elke woensdag een nieuw filmpje zien? Ja! Dan kun je abonneren. En klikken op de bel. Dan zien we je snel. Abonneren is helemaal gratis. Dus waar wacht je nog op?